Hi en welkom op Bali. Welkom in mijn tuintje hier in Ubud. Je hoort het stroompje waarschijnlijk wel wat hiernaast stroomt. En morgen is het Wereld Yoga Dag. En daarom maak ik dit filmpje met een meditatie voor een kalm hart. Omdat er gebeurt van alles op dit moment in de wereld. Het is aan ons, het is onze eigen verantwoordelijkheid om vrede in onszelf te vinden. Om een kalme plek binnenin te vinden. Je kunt altijd kiezen voor het schuld geven aan anderen. Voor je focussen op de chaos en al het onrecht in de wereld. Maar het mooiste wat je kunt doen voor de wereld is vrede en rust binnen in jezelf vinden. En daarmee geef je iets uit, een signaal, een vibe aan de wereld. Dus de meditatie die ik met je deel is een meditatie voor een kalm hart. En je kunt in de kleermakers zit komen zitten. Je neemt je linkerhand en je legt je horizontaal met de grond, leg je die op je hart. En het hart is het huis van de prana, van de levensenergie. En zo creëer je een stil moment in je lijf, in het hart van de prana. En je andere hand doe je in Gyan Mudra. Dat betekent dat je je wijsvinger en je duim samenbrengt. De andere vingers breng je recht omhoog. En die arm die laat je ontspannen naast je rusten. Vingers omhoog, rechterhand Gyan Mudra, linkerhand op je hart. En je kunt of je ogen sluiten, of je kunt recht naar voren blijven kijken. En wat je dan doet is je werkt met je adem. Dus terwijl je in deze positie blijft zitten, adem je diep in door je buik, door beide neusgaten. En in door je neus, richting je buik. Je legt je buik helemaal vol open met lucht. En wanneer je helemaal hebt ingeademd, dan hou je de adem vast. Je tilt je borst een beetje op. Dus je maakt je, geeft ruimte aan je hart. Je tilt je borst op. Hou vast. Hou vast. Hou vast. Dat je niet meer kan vasthouden. En dan laat je kalm en rustig laat je de adem weer uit je vloeien en adem je helemaal uit. Als je helemaal uitgeademd hebt, hou je ook daar weer vast. Dus je houdt vast, je blijft helemaal leeg, zolang als je kan. En daarna adem je weer rustig in. En dan herhaal je de cyclus. Dus terwijl je houding op deze manier hebt, kleermaker zit, je linkerhand op je hart, parallel met de grond, je rechterhand, Gyan Mudra, duim en wijsvingertje samen. Je arm ontspannen naast je lichaam en je andere vingers omhoog. Er komt een rommetje langs. Daar komt ie. Dit is een prachtig voorbeeld. Ik kan ook denken, oh wat zonde van mijn filmpje, er komt er een... Wat zonde, er komt er een rommetje langs. Of ik kan met een kalm hart doorgaan. Dus dit is de houding. Je ziet de kleermaker zitten, dit is de houding. En je ademt rustig in door je neus, tot je helemaal vol bent. Dan til je je borst op zodat je ruimte geeft aan je hart en je houdt vast. Je houdt je adem vast. Als je dat een tijdje gedaan hebt, adem je rustig en stabiel langzaam uit. Dat je helemaal leeg bent en je helemaal je navel naar je ruggengraat hebt gebracht. En dan hou je daar vast. Je houdt vast, vast, vast. Helemaal leeg van lucht. En daarna adem je weer rustig in. En je herhaalt die cyclus gedurende 3 minuten. Dus het is een diepe, langzame, diepe ademhaling. 3 minuten. En als je, dit is een prima meditatie voor beginners. En als je al wat gemakkelijker vindt, als je gewend bent, dan kun je het langzaam opbouwen. Deze meditatie is ook heel goed als je problemen hebt in je werk of in relaties. Want dat geeft een heel duidelijke, heldere perceptie van de relatie met jezelf en de relatie met anderen. Dus als je ergens moeilijkheden mee hebt, ga zitten, neem 3 minuten, neem de houding in, adem voor 3 minuten. Je kunt je ogen sluiten of open houden en handel daarna pas. En het mooie is, terwijl deze hand het hart van de prana, van de levensenergie behelst, is je rechterhand is de hand die actie leidt, die actief is. En door je hand op deze manier te houden, is het in een ontvangende houding. Dus je gaat niet meteen tot actie over, maar je neemt het moment om tot jezelf te komen, tot de kern en dan om met een kalm hart te reageren. Dus als je ergens moeilijkheden mee hebt, doe 3 minuten. Voel je dat je langer wil, doe je hem langer. En handel dan met een vol hart. Ik wens je veel mooie momenten met deze meditatie. En groetjes vanuit Bali. Satnam.